havermout. Combinatie met mijn honing. Goede eetlepel heb ik voor nodig. Voor de vet gebruik ik kokos. Vet of kokosolie. Een lijnzaad zijn vol met omega 3. Twee handjes. Wat ik doe is ik maak een best wel een hoeveelheid. Ik ga het dan in een dichte, hoe heet dit? Een jar. Een dichte jar. En dan vervolgens kun je gewoon elke keer dat je een klein beetje granola door je yoghurt wil. Super makkelijk. Er komt een geur los. Echt niet normaal. Super lekker crunchy. Wat een tractatie zeg.